Toen Renault vorig jaar de Opel Twingo lekte, begon meteen de naam Twingo CC te lekken. En dat is logisch, want de Megane Opel heet ook CC. Maar het werd de wind. En je hoeft niet zo gek lang naar de auto te kijken om te begrijpen waarom die een heel eigen naam heeft gekregen. En natuurlijk, onderhuids is het gewoon een Twingo. Ja, je ziet hetzelfde neusje, je ziet die typische Twingo handgrepen. Maar voor de rest is dit absoluut geen opengezaagd gezinsautootje. Het is echt een hele leuke, maffe, aparte en vanuit sommige hoeken zelfs stoere auto. En nou ik toch bij het dak ben aangeland, dat is misschien wel het slimste deel van deze auto. Dit is namelijk een heel apart dakje. We hebben het eerder gezien in niemand minder dan de Ferrari Super America. Het is een dakje wat gewoon, het is een soort targa die 180 graden wegklapt en niet onder, maar in de kap komt te zitten. En dat is ontzettend geweldig, fantastisch slim, want daarmee krijg je een enorme bagageruimte. Sterker, deze heeft net zoveel bagageruimte als een grotere boer, de Clio. Juist doordat het exterieur zo gewaagd is, valt het interieur een tikkie tegen. Het is niet saai, dat is een groot woord. Dat Twingo interieur is verder keurig. Maar het vloekt net iets bij dat extravagante uiterlijk van die auto. Maar wat er nou voor wel helemaal klopt zijn de rij-eigenschappen. Het onderstel komt van de vorige Clio RS en is nog eens een keertje onder handen genomen door technici van Renault Spoor. Speciaal voor deze wind. Het is een auto die komt straks met twee verschillende motoren. De 1.2 met 100 pk en een 1.6 16 klepper met 133 pk. Ik rijd nu met die 100 pk en dat klinkt misschien niet spectaculair volgens deze auto. Maar ik kan je melden, het is een hartstikke lekker kwiek autootje gewoon. Hij is lekker snel, rap. Besturing is wat aan de lichte kant, maar wel lekker scherp en direct. En ik zit iets te hoog, daar moet ik wel bij zeggen. Maar voor de rest, het is een hartstikke leuk klein sportief autootje dit. Je hebt een slecht zicht naar achteren. Maar ja, dat komt natuurlijk door die beugel die ik achter me zit. Het is een beetje een Lotus Elise gevoel als je om je heen kijkt. Dit is ook een beetje Lotus allemaal. Slecht zicht, maar het is wel heel erg leuk allemaal. Eind september komt de Renault Wind naar Nederland voor een toch behoorlijk concurrerende prijs van net geen 20.000 euro. Wat zijn concurrenten zijn, dat is eigenlijk best moeilijk te zeggen sinds de Opel Tigra en de Daihatsu Copen uit productie zijn genomen. Dan kom je toch bij de net iets grotere cc's zoals een Peugeot 207 cc. Maar ik zou zeggen, als je nooit je achterbank gebruikt, moet je gewoon dit doen. Je krijgt nog een keertje een grotere kofferbak ook. Het enige wat er tegenspreekt is dat je net iets minder buiten zit dan in een echte CC.